Het parkeerterrein hier bij de Oosterhof is nu weer een aantal weken geopend. Een nieuw parkeerterrein. We gaan ze aan de mensen vragen wat ze ervan vinden. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Geweldig. Ja? Ja, een mooi ruim. Het is nou erg druk, maar dat komt ook omdat ze natuurlijk aan de andere kant ook bezig zijn. Meneer. Goeiedag. En mevrouw. De nieuwe parkeerplaats. Is het een verbetering voor u? Duidelijk wel. Waarom? Het is uitgebreider, je kunt overzichtelijker. Het is meer parkeerplaatsen volgens mij, dus... Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Ja, dit is niet goed. Waarom niet? Omdat er een veel te grote auto tussen staat. Die moet dus zo ver mogelijk doorrijden. Stopje is gewoon 2 tegels te smal. De nieuwe parkeerplaats, je bent met de auto? Ja. Is het een verbetering? Oeh. Ik vind het een beetje rommelig. Nee. Ja, rommelig? Ja. Waarom? Ik weet niet, de ingang. Het eerste wat je ziet is karretjes in plaats van überhaupt de deur. Ik vind het wat onoverzichtelijk, ook met uitparkeren, karren die door elkaar lopen. Dus. Maar er zal vast en zeker door mensen met veel verstand, veel meer verstand van zaken dan ik over nagedacht zijn. U bent de klant met een gezond verstand misschien. Ja, dat weet ik. Maar ik denk van, ze hebben vast en zeker van dat wat ze konden het beste gemaakt. Je ziet wel dat het druk is en je moet wel een beetje uitkijken. Want ook veel fietsers, dus al, het ziet er fantastisch uit. Ik kan niet anders zeggen. Ik hoop dat er nog wat groen komt, zo te zien wel. Dat het een beetje aangekleed wordt. En, dankjewel. Buitengewoon tevreden. Eerlijk. Dankjewel. Het is een prachtig winkelcentrum. Wat is uw oordeel over de nieuwe parkeerplaats? Ja, ik vind hem een stuk overzichtelijker. We kwamen net een dame tegen die zei het tegenovergestelde. Oh echt? Nee, ik ben er wel blij mee. Ik vind het heel mooi. U bent er blij mee? Ik ben er heel blij mee, alleen die voetgangerspad hier niet. Want? Nou ja, ze fietsen hier natuurlijk en die voetgangers, en als jij eruit wil, is dat best... Hoe hadden ze dat dan op moeten lossen, denkt u? Gewoon over de stoep. Over de stoep? Ja. Heb ik een karretje gekocht om makkelijk boodschappen thuis te krijgen? Mocht ik ze toch tillen? Slaat toch nergens op?